Zeg Johan, we hebben ook een storyluik in ons interview, hè, zonder afbreuk af te doen van het prachtblad Story. Hoeveel minnaressen hebt u? Te weinig vingers op mijn handen om dat te tellen. Als je, nee. Ik zou bij God niet weten hoe ik dan nog voor elkaar zou moeten boksen, ja. Gegeven het professionele leven dat van u geëist wordt. Dus nee, laat ons wat dat betreft het leven een beetje serieus in de ogen kijken en de zaken die belangrijk zijn ook belangrijk houden en daarop focussen. Er zijn in elk mensenleven momenten waar u alleen staat en toch dan doorzetten. Kunt u dat? Ja, ik denk echt dat ik dat kan en dat ik op dat moment mijzelf een beetje kan afscheiden van de buitenwereld, mentaal. En mij echt focussen op datgene wat voor mij op dat moment heel belangrijk is. Waar haalt u... Ik zou gevraagd hebben, waar haalt u die kracht vandaan? Maar ik wil het beter omkaderen. Ik denk dat je een palet aan normen en waarden, vooral waarden, moet hebben om dan die moed te vergaren, om dan toch door te zetten. En zo glijd ik naar de vraag van, wat zijn uw normen en waarden en waar hebt u ze vandaan? Ik ben de jongste van 6 kinderen. Dus mijn moeder was 43 jaar toen ik geboren ben. In Gent noemen ze dat een kapkeuteltje. Ja, een nakomertje. Ja? Ja. Ik heb de oudste van 6 is mijn broer, die 20 jaar ouder is dan ik, op 2 maanden na. 4 zussen en dan ik. Mijn vader was geboren in 1909. Is op heel jeugdige leeftijd, zijnde toen hij een paar jaar oud was, zijn vader verloren. Dus is eigenlijk bij een weduwe, zijn moeder was weduwe, dus in die periode was keihard leven. En ik heb vooral van mijn vader een enorm respect voor waardevolle dingen. Dus het leven, het eten. En mijn vader was iemand die, als die echt kwaad werd, dan was dat omdat je je bord niet aan had. Omdat hij door de ontberingen die hij zelf vroeger had meegemaakt, het absoluut niet kon hebben dat als je je bord had volgeschept en je at het dan niet op, dan was het echt la guerre. Dat was het echt. En voor de rest heb ik van mijn ouders van in het begin meegekregen, hard werken, je verantwoordelijkheid nemen en inderdaad nooit wegvluchten voor de dingen die op je afkomen en dat afschepen op anderen. Ik heb in mijn leven heel weinig dingen afgescheept op anderen. Waren het ook knuffelouders, uw vader? Nee, dat lag ook vanuit, denk ik, heel de sfeer waar zij uitkwamen. Lag dat niet direct in hun aard. Mijn zussen waren wel op dat vlak meer dan compensatie. Ah, toch? Ja, er waren zeker 2 van de 4, daar heb ik altijd een zeer goede relatie mee gehad. Hebben ook op een bepaald moment, toen ik zo'n jaar of 10, 12 was, was mijn moeder op een bepaald moment vrij ernstig ziek gedurende een vrij langdurige periode. En dan heeft zeker mijn ene zus eigenlijk maandenlang moeder gespeeld over mij. Wat vandaag nog altijd met haar een speciaal. Dat vergeet je niet, hè? Nee. Dat is, Wat ook belangrijk geweest is, dat is dat ik, toen ik een jaar of 8, 9 was, ben ik gediagnosticeerd, zoals dat heet, voor epilepsie. Ach. Achteraf bleek dat dat een foute diagnose was, dat ik eigenlijk een vorm van migraine had, waar ik vandaag nog altijd af en toe moet mee afrekenen. Ik heb er soms ook last van. Ja. Maar vervelend, hè? Maar wat ik met een gewone dag al gaan kan oplossen. Maar, ja. Die diagnose die kwam, ik moest medicatie nemen en na 25 jaar later werd die medicatie uit de handel genomen en mijn toenmalige huisarts die zei, zeg, we moeten dat nog eens terug onderzoeken en dan bleek uit de hersenscan dat ik helemaal geen epilepsie had, maar een migraine waarbij, zeker als je dat op jeugdige leeftijd hebt, bepaalde symptomen blijkbaar... Ik neem elke dag Inderal. Nee, en ik heb er geen last meer van. Ik heb
Wat bij mij zich voordoet, is dat ik af en toe een trilling op mijn ogen krijg en dan weet ik dat ik snel dafalgan moet nemen. Dan gebeurt het, hè? Ja. En als ik die dafalgan, die ik altijd bij de hand heb, dan is dat binnen de 10 minuten terug weg. Ja. Als ik die niet bij de hand heb, dan komt dat door en dan heb ik 2-3 dagen later. Ik heb altijd zo'n buisje bij me, van die zuigtabletjes. En dat maakte dat ik moest dus medicatie nemen en ik moest het altijd heel rustig doen. Mm-hmm. Dus als gast van 8, 9 en 10 jaar, ja, maar Joke, dat was de roepnaam thuis, ons Joke. Je moet niet lopen naar school, je moet stappen en rustig en niet te veel in de zon komen en al dat soort dingen. En toen ik zo'n jaar of 15, 16 was, heb ik kan dat niet meer exact duiden van dat moment in die om. Maar op een bepaald moment had ik zoiets van, nu kan iedereen de boom in. Ik ga nu leven zoals het iemand van mijn leeftijd past en niet iemand die men eigenlijk, en dat ging verwijt aan mijn ouders, maar dat was nu eenmaal de consequentie van wat zich medisch zogezegd had voorgedaan. Ik kom uit die porseleinkas en we zullen er eens voor gaan. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk alles obstinate overtuiging blijven doen, studeren, voetballen. Ik ben dan op mijn 30ste gestopt met voetballen, met een zware knieblessure. Vanuit dat die blessure beginnen fietsen. Op een bepaald moment, bijna 10 jaar later, toch maar eens terug omwille van een toenmalige buurman, wat beginnen lopen. Ik heb nog 9 marathons gelopen. Nee? Twee keer Amsterdam, 2 keer Rotterdam, 2 keer Parijs, Antwerpen, Brussel en Eindhoven. En toen ik voor de 10e aan het trainen was, en dan, hey, je moet dat dan zo opbouwen, en ik weet nog goed, we waren met een paar mensen de 36 kilometer gaan lopen. Ja. En in het naar huis lopen, schiet er plotseling iets helemaal bovenaan in mijn bil. En ik ben onmiddellijk gestopt en ik heb onmiddellijk tegen me gezegd, dat was het, ik stop ermee. Ja. Ik was het echt zat. Dat was een kleine verrekking. Het was een signaal. Maar zoiets van, jongens, allee, kom aan, zeg. Hey, want dat is dan trainen. Dat was dan soms ook professioneel. Dat je zegt, ja, bon, ik moet absoluut die 25 kilometer lopen. Ja, kom, 5 uur uit bed. 5:20 gaan lopen tot 7 uur, 7:30. Douchen en dan gaan werken. Hè. Zeg, Johan, Je hebt nu ook over je familie gesproken, en met veel warmte. En wat is dat nu toch met die bloedband, hè? In die zin, ik ga mijn vraag verduidelijken. Mijn broer is een type persoon, mocht hij mijn broer niet zijn, dan zouden wij geen vrienden zijn en geen kameraden zijn. Maar hij is mijn broer en daarom zie ik hem graag en daarom hebben we wel een intensieve relatie. En ik vraag me dat altijd af, die bloedband, dat is toch iets raar? Je blijft toch gehecht aan elkaar, hè? Ja. Ja, maar bijvoorbeeld in mijn geval, na wat ik u daarnet gezegd heb, is het misschien toch ook voor een buitenstaander enigszins begrijpelijk dat ik, mijn vader is in 87 al gestorven. Mijn oudste broer is eigenlijk altijd een beetje, tot zelfs op mijn momenten, een beetje veel mijn vader geweest. Van mijn zussen heb ik ook altijd heel veel steun gehad. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik ook heel veel heb teruggegeven. Hè. Telkens dat zij een huis bouwden of een huis verbouwden, dan stond onze Johan klaar om mee te komen helpen op alle momenten van de dag en de week en het jaar. En op die manier creëer je inderdaad een band. En als ik dat nu bijvoorbeeld zeg, en ik weet dat dat sentimenteel kan klinken, maar dat is niet, maar het is wel een realiteit. Hoe fier dat zij waren dat hun jongste broertje minister van Financiën werd. Heel ontroerend. Dat is heel ontroerend. Hoe uiten ze dat? Naar mij toe relatief niet veel cool, zeggen waarschijnlijk. Ja. Maar je hebt natuurlijk de tamtams. Hè, van, ja. Ik heb je zus Christian gezien, ik heb je broer Bob gezien, ik heb je zus Renilt gezien. En zeg amai en dit en dat. Hè. En dan krijg je zo via gemeenschappelijke vrienden of via vrienden van vrienden, krijg je zo een aantal echo's terug waaruit dat je dan heel duidelijk dat beeld ziet vorm krijgen. Het is ook een eer, hè?
Het is een eer. Om gevraagd te worden tot dit ambt. Zeker en vast. En over ons geld te waken, Johan. Ons Europees geld. Ons Europees geld, ja. Het is inderdaad een eer en ik probeer dat ook in eer en geweten zo goed mogelijk te doen. Altijd kijkend naar de algemeen belang. Ja. Ik weet dat voor iedereen die de politiek volgt en die politiek becommentarieert, die vindt dat een naïeve opmerking. Maar ik maak ze omdat het iets is dat bij mij hoort. Ik heb al dikwijls zitten nadenken over, is het nu inderdaad zo dat op een bepaald moment het licht gewoon uitgaat? Stopt het of stopt het niet? Ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik denk ook dat het weinig zinvol is om daar puur rationeel over na te denken, want dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Maar ik wil toch niet uitsluiten dat er daar iets is. Wat? Hoe? I don't know. Elke keer als ik daar nu over... En ik merk wel dat je... ik heb daar wel eens met een paar vrienden over gehad, die de indruk geven van daar naarmate dat moment wel een beetje dreigt te naderen, hè, als je zo over de 60 gaat, hè, mm-hmm. Die daar wat onrustig bij worden. Ik merk bij mezelf dat ik daar ongelooflijk rustig bij word. Zo. Ik kan dat op dit moment niet achterhalen. So be it. Er zijn ook dingen die ik niet goed begrijp of waar ik niet goed bij kan. En dat is een van die dingen. Is er daar nog iets? Ik weet het niet. En ik word er ook absoluut niet onrustig van het gegeven dat ik het niet weet. Bidt u soms? Wat is bidden? Als je met bidden bedoelt van voor jezelf in alle rust, in alle sereniteit en in alle eerlijkheid nadenken over ook persoonlijke dingen die je doet, die je niet doet, of die je beter zou gedaan hebben, ja, dan bid ik regelmatig. Maar hebt u ooit al gevraagd, het lijkt wel een uitzending van de EU, maar hebt u ooit al gevraagd van, help mij, Nee, ik heb altijd getracht van, voor de problemen waar je mee geconfronteerd wordt, om zelf oplossingen te vinden of om te zoeken naar mensen die je kunnen helpen. In die zoektocht of in het proberen op te lossen van dat probleem. En ik heb die eigenlijk altijd al gevonden. Dus in die zin... ben ik daar eigenlijk ook heel rustig in en heel sereen van, ik denk zelf na over de dingen, ik probeer voor mezelf uit te lijnen waar we komen of waar ik kom. Is dat onvoldoende? Oké, dan zal ik te raden moeten gaan bij iemand. Bij wie kan ik dat doen? Nee. En zo werkt het in het leven. En dan voel je ook dat... Zo krijg je toch ook wel met een aantal mensen, of met een beperkt aantal mensen, een speciale band. Omdat dat wordt dan heel snel tweerichtingsverkeer. Dat je, zonder dat je moet zeggen van, allee zeg, dat is toch wel tof dat wij elkaar vertrouwen en zo. Nee, dat is er. Je stelt een vraag, je krijgt een antwoord en je weet dat dat in een bepaald kader en met een bepaalde finaliteit is die... altijd wederzijds gerespecteerd wordt. Ik was net kort voor de overgang naar de politiek gescheiden. Ik heb uit mijn eerste huwelijk 4 kinderen, die uiteraard allemaal al kloeke volwassenen zijn. Ondertussen heb ik ook 2 kleinkinderen. 3 kleinkinderen. Ik heb met mijn kinderen daarover gesproken. Die waren daar allemaal enthousiast tot zeer enthousiast over. Ik heb hen ook gewaarschuwd voor het feit dat ze gegarandeerd op bepaalde momenten veel onaangename dingen over hun papa en zijn prestaties als minister gingen lezen. En met mijn nieuwe partner hebben wij daar op dat moment ook duidelijk over gesproken van wat gaat dit betekenen, zijn we bereid om dat te doen en zij was daar een en al steun in. U laat het woord scheiden, nu al 2 keer vallen tijdens het gesprek. Ik zelf zou er liever begonnen zijn, maar blijkbaar is dat iets voor u. Wel, ik vind dat is uiteraard het feit dat je na
ruim 25 jaar huwelijk scheidt, is natuurlijk iets dat, dat je meedraagt, dat, dat toch wel een impact heeft op u. Dat is iets dat je niet zomaar eens even doet. Ik zeg niet dat iemand die na 3 jaar scheidt, dat dan allemaal veel simpeler is. Maar ik heb toch wel ondervonden dat dat een stuk complexer is. En ook omdat je dan veel meer de vragen stelt van, ja, is dat nu wel goed wat we nu gaan doen? Zouden we toch nog niet beter dat of dat doen? Maar het is ook omdat het eigenlijk allemaal in diezelfde timeframe zit. En dus allemaal nogal kort op elkaar. Het was veel op een... Het was relatief veel op korte termijn. Maar goed, c'est la vie. Er zijn een aantal dingen die je zelf kiest. Maar er zijn ook een aantal dingen die op je afkomen. En die je dan het op waren dan heel, heel indringende beslissingen allemaal. Ja, zeker en vast. Ja. En wat betreft die overstap naar de politiek heb ik toch, dat is voor de eerste keer in, en ik heb nogthans 5-6 keren van job veranderd in mijn leven. Is dat zo? Ben ik toch wel te raden gegaan bij 3 mensen, wiens naam ik nu niet ga noemen, maar drie mensen in wie ik erg veel vertrouwen heb. Bekende mensen? Min of meer bekende mensen. En mijn verwachting was dat ze mij het zouden afhalen. Wat bleek na gesprekken, dat 2 van de 3 het mij aanraden om te doen en 1 van de 3 ook een aantal positieve zaken zag, maar toch uiteindelijk vond dat als je alle afwegingen die je kan maken bij dat soort, en moet maken bij dat soort beslissingen, dat het dan toch wat hem betreft, het was dus een man, eerder negatief was. En dus, voor mij was dat een bevestiging van, je moet dat doen. Ook al omdat mijn partner ook positief stond tegenover de beslissing. Maar waarom heb ik dat op dat moment gedaan? Omdat het evident was dat dat voor mij in de herfst van mijn professionele carrière de meest ingrijpende beslissing was die ik ooit genomen heb, wat dat betreft. Wat betekent echt een goede vriendschap voor u? Respect. In al zijn gradaties en in al zijn intensiteit. Mag ik het illustreren met een voorbeeld? Er is een paar weken terug een wat ludiek interview, maar ook inhoudelijk, van mij en Geert Noels, zielsverwanten in de tijd verschenen. En ik denk dat Geert op een bepaald moment het zeer goed zegt. De vraag was... voelt jij je nu niet geremd als gewaardeerd commentator en gewaardeerd analist en econoom dat uw goede vriend Johan van Overtveld minister van Financiën is? Het antwoord van Geert is gelukkig maar nee. En Geert heeft inderdaad de voorbije 2 jaar al een paar dingen gezegd die voor mij als minister iets minder aangenaam waren. Maar dat moet absoluut kunnen. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. En dus die vorm van respect waarbij dat mensen iets doen dat u niet direct goed uitkomt, of dat u zelfs een beetje tegen uw kar rijdt, maar waarvan je weet, dat is belangrijk. Wat is de finaliteit daarvan? Ik weet absoluut zeker dat de finaliteit van Geert nooit zal zijn om mij te kwetsen of om mij in de wielen te rijden. Ja, dat is belangrijk. Hè? En dus als dat uitgangspunt, dat gerespecteerd is, als dan dingen gezegd worden die voor mij minder aangenaam zijn, dan is mijn reactie, potverdomme, ik moet dat vastpakken. Daar is iets van, ik moet daarmee verder. En dus die vorm van respect waarbij dat je uiteraard op een positieve, vriendschappelijke manier met elkaar omgaat, maar waarbij de ruimte moet zijn om dingen te doen of te zeggen die niet altijd even goed aankomen of even goed uitkomen, als die zaken er allemaal zijn, dan heb je echt de vriendschap. Dus Geert is een vriend van u? Ik beschouw Geert als een zeer goede vriend. Hè. Bedankt voor het zeer aangename gesprek. En toch jammer van die 7 gemiste minnaressen. Ik heb 10 vingers, hè? Ja.